Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide. Ja, welkom bij Thuis in Limburg. U hoorde ze al voor de reclame met een geweldig nummer. Ik heb het natuurlijk over New Timeless. En ze zitten hier aan tafel voor een mooi gesprek. Welkom. Dankjewel. Thank you. Ja, Erik Jacot en Marcel Bogarde. Geen onbekende namen. Voor de mensen die het nog niet weten, de broer van Ruud Jacot. De broer van Ruud Jacot. En de neef van Vincent Bogarde, de profvoetballer. Nou, New Timeless, jullie zijn al jaren bezig. Ja. Oorspronkelijk waren jullie eigenlijk voetbalmaatjes. Maar toch in die muziekwereld terechtgekomen. Van jou kan ik me enigszins voorstellen als broer van. Ja. Maar hoe is dat zo samen ontstaan? Marcel en ik voetbalden inderdaad als kinderen in de jeugd bij Sparta. En Marcel kwam op het idee met een vriend van hem van... ik wil eigenlijk ook wat in de muziekindustrie doen. En hij kende mij en hij wist dat ik echt wel een avonturier ben. En een entertainer was al tijdens het voetballen en na het voetballen. Dus hij dacht, nou weet je wat, als derde man kunnen we misschien Erik vragen... om de groep Timeless als drie man te formeren. En van het een komt het ander. Ja, want je geeft aan inderdaad met z'n drieën. In 2000 zijn jullie met z'n tweeën doorgegaan. Wat voor invloed heeft het op jullie gehad? Nou, eigenlijk niet zo. Het heeft niet zoveel in. Want wij waren sowieso met z'n tweeën goed bezig in de tijd. En ja, Erik is dan naar Spanje vertrokken. Hij wou naar Spanje, want dat was eigenlijk ook een beetje een eenigheid. En wij zijn gewoon doorgegaan. Hij onder de naam Timeless in Spanje. En wij New Timeless gebleven. En echt invloed heeft het niet gehad. Nee. Op ons niet, althans. Nou is het natuurlijk allemaal begonnen met de Soundmix Show waar jullie aan deel hebben genomen. Ja. Ja, dat is al weet ik hoeveel jaren geleden. Hoe kijken jullie daar nu op terug? Want ja, daardoor hebben jullie wel alle bekendheid gekregen natuurlijk. Ja, we kijken er altijd heel positief op terug. Het is gewoon heel grappig als je ziet dat we dan Tavares mochten vertegenwoordigen met een nummer Heaven. Toen hadden we een vierde jongen gevraagd, want we bestonden met z'n drieën. En we hadden een vierde jongen gevraagd om de act eigenlijk compleet te maken als beeld. Dus als ik erop terugkijk, het is alweer zo lang geleden, dan denk ik ja, toch eigenlijk een hele mooie tijd. Want sindsdien is het begonnen en ja, alleen maar positiviteit. Ja, hoe zijn jullie vanaf toen gegroeid? Ja, we hebben toen ook Goud en Nieuw gedaan in de tijd. Dat was ook een hele goede stap voor ons. En met de artiesten in de tijd, Lee Towers, hebben we dan ook gewoon die stap omhoog gemaakt ook. En daarna kwam Where's the Love. Ja, want, dus elke keer kwam er eigenlijk gewoon iets bij, waardoor we gewoon weer een stapje verder kwamen. Ja, jullie zingen vooral muziek uit de 70's en de 80's. Ja. Welke artiesten zingen jullie nu het meest? Nou, een beetje de Tavares en de Four Tops, Motown nummers, Four Tops en de Temptations. En die nummers waar wij zeg maar mee groot zijn gebracht, die zingen we dan van die grootheden na. En die tijd blijft gewoon leven. Dat is een beetje de Motown scene. Een beetje old school. Een beetje oldschool. Nou, hebben jullie een nieuwe single uitgebracht? We hebben hem voor de reclame al gehoord. Hoe is die ontstaan? We zitten nu bij Johnny Sap. En dat is de manager. En er is een producer, Justin. Die kennen we al een tijdje. En die heeft ons benaderd van... joh, zouden we dit uit willen brengen? En wij zijn avontuurlijk genoeg om te zeggen... waarom niet? We hebben niks te verliezen. En van het een kwam het ander. We hebben het nummer gemaakt. En we vinden het fantastisch. Samen met hun te mogen werken. En we hopen het beste ervan. Ja, nou treden jullie niet alleen op in Nederland. Maar ook buiten de grenzen. Waar zijn jullie zoal geweest? Ja, we hebben een hele tijd gewoon ook Curaçao hebben gewoon heel veel dingen gedaan. Spanje, Frankrijk, België, Duitsland. Dus eigenlijk all over. All over. En is in Nederland anders optreden dan in het buitenland? Of maakt het jullie niet uit? Het is iedere keer een feestje. Ja, het is wel een feestje. Maar een ander sfeertje. Andere mensen, andere mentaliteit. Maar over het algemeen zijn het ook Nederlanders in het buitenland. Ja. Dus Nederlanders die in Frankrijk wonen. Of het was een Nederlands bedrijf op Curaçao die dan toeristen ontvingen. En dan konden wij daar staan. Dus het was niet echt buitenlands. Het waren Nederlanders vaak in het buitenland die dan dat sfeertje dan ook leuk vonden. Ja, dan kom ik nog even terug als broer van Ruud Jacot natuurlijk. Ja. Hebben jullie vaak samen gezongen ook? Niet vaak, wel een aantal keren. Maar omdat Ruud een heel andere genre doet en een ander niveau heeft, dan komen we elkaar niet vaak tegen. Maar we hebben wel eens op dezelfde bedrijfsfeesten gestaan of een dezelfde show. En tijdens onze jubileum, een paar jaar geleden, 20 jaar bestaan van Timeless, was zij een van onze gasten. En toen hebben we wel met z'n tweeën een duet gedaan, eindelijk, Rut en ik. En daarna het nummer Where is the Love met z'n drieën. Dus dat was wel erg leuk om te doen. Ja, leren jullie nog veel van elkaar?
Ja, ze geeft ons heel veel seintjes en instructies en dingen waar we op moeten letten. En haar ex-man, zeg maar Humphrey, die heeft toen eigenlijk ook meegeholpen aan Where's the Love als producer. Dus we hebben zeker heel veel van ze geleerd, ja. Ja, en nog even terugkomen op de voetbalcarrière ook. Want natuurlijk de neef van Vincent Bogarde, je kent hem niet als voetbalfanaat. Maar je hebt zelf ook gevoetbald. Hoe heb je ooit een keer die switch moeten maken van of de zangcarrière of de voetbalcarrière? Was dat een moeilijke keuze of lag het voetbal toch niet? Nee, het was eigenlijk niet zo moeilijk. Ik bedoel, het echte talent had ik niet. Weet je wel, ik vond het wel hartstikke wel mooi. En hartstikke mooi om te doen. Maar het echte wat je dan nodig hebt, om zeg maar door te breken als dat had ik niet. Ik zat meer gewoon op vrijdagavond in de discotheken en leuk te doen. Het feestje zit er echt in. Ja, het feestje zat er gewoon toen al in. En dat vond ik eigenlijk gewoon veel leuker om dan je focus te zetten op het voetbal. Ja. Dus voor mij was het niet zo moeilijk om het om die keuze te maken. Ja, entertainen was ook beter. Ja, nou hebben jullie onder meer op het huwelijk van Wesley en Jolante mogen optreden en zijn jullie te gast geweest. Hoe hebben jullie dat ervaren? Oh, het was hartstikke leuk. Ik bedoel, ik kende Wes en Jolante al sowieso een tijdje. En een paar keer gewoon al voor ze opgetreden. En dat was eigenlijk gewoon het kerst op het taart, zeg maar. Door uitgenodigd zijn waren we gewoon sowieso trots dat we daar mochten staan. En het was een hele mooie happening. Ja, wat is nou het meest mooie wat jullie in jullie carrière hebben gedaan tot nu toe? Nou, het zijn er enkele. Ik bedoel, in de Kuip staan met René Vroeger voor 60.000 man 3 dagen lang. Het is ook onvergetelijk. En grote huwelijksfeesten van miljardairs, waardoor je dan ingevlogen wordt. Met helemaal fantastisch aangepakt met jetskis en boten en alles tot je beschikking in het hotel. Het kon maar niet op 3 dagen lang feest. Dus je maakt wel hele mooie dingen mee, ja. En voor jou? Voor mij was het meer gewoon de eerste een groot spektakel wat we deden. Toen met Leen in Litouwers in Ahoy. Onze allereerste sessie wat we met hem deden. Dat was voor mij gewoon helemaal te gek. In Ahoy komen en dan gewoon een a cappella nummer zingen met Leen. En dan voor al die duizenden mensen. Ja, was geweldig om mee te geweldig maken. Nou, bestaan jullie volgend jaar 25 jaar? Ja, moet niet gekker worden. Wordt dat ook een groot feest? We zijn er inderdaad nog niet helemaal over uit. We zijn er te kijken of het een concert gaat worden of een cd. Of hoe we het uit gaan brengen, weten we nog niet. Maar we moeten het inderdaad wel vieren. Maar over de aankleding van het totaal zijn we nog even in dat de raad. Dat moet ik even afwachten. Ja. Hebben jullie nog een droom? Wat jullie nog echt willen bereiken verder? Want jullie hebben al zoveel meegemaakt. Je moet altijd blijven dromen. Altijd blijven dromen. Maar goed, ik heb niet echt gewoon een specifieke droom. Dat ik zeg van, nou ja, goed. Ik bedoel, als ik maar gewoon gelukkig ben en alles gaat gewoon gestaag, dan vind ik het mooi. En alles wat dan op pad komt. En sowieso met de timers gebeuren. Als we gewoon een weer een leuke hit kunnen hebben en door kunnen werken als hoe we het nu doen, weet je wel. Nou, dan een nummer 1 hit als droom. Ja. Kijk. Misschien niet. Wie weet, misschien een nieuwe single, hè, die we net hebben gehoord. Snap je? Absoluut. Blijf proberen. Nou, wij mogen in elk geval nog. Wij zijn blij dat we nog mogen genieten van jullie. Want jullie gaan nog een nummer voor ons doen. Het nummer, de debuutsingle van jullie. Ja. Waar het allemaal mee is begonnen eigenlijk. Ga alvast lekker klaarstaan. Dan gaan wij gewoon lekker genieten van het nummer Where is the Love? Okay, everybody, let's have a party on. Come on. Yeah. Where is the love we used to know? How did we lose it? Where did it go? We got a love to last all time. Nobody's love is stronger than mine. Where is the love we used to know? Where did it go? How did we lose it? Where did it go? How did we lose it? What am I gonna do to stop these tears from falling? I lie awake at night and I can't hear you calling. What am I gonna say when I've been asked about you? I guess I'll just pretend
matter of a down sugar. I look in the mirror when I see a broken man. It's such a sorry sight to see. Oh baby, now we're not together. Who is gonna make my plan? It don't make any difference to me. Oh baby, where is the love we used to know? How did we lose it? Where did it go? We had a love to last all time. Nobody's love stronger than mine. Where is the love we used to know? Where did it go? How did we lose it? Where did it go? How did we lose it? How can I find my way? Without your love to guide me, I stop and close my eyes, and I feel you deep inside me. Broken up is the world, and there's no way to find you. You took your love away and closed the door behind you. What good is tomorrow if nothing's right today? I can't stop holding on to you. Whoa, baby, all I've got to manage, that will bring back yesterday. When all that nobody's love is stronger than mine. Where is the love we used to know? Come on. Where did it go? How did we lose it? Where did it go? How did we lose it? Say yeah. Oh yeah, girl. Het is hier een heerlijk gezellige dag op deze maandag. Het zonnetje schijnt. Gezellige mensen om ons heen. We maken er gewoon een klein feestje van. Here we go, come on. One, two. What good is tomorrow? If nothing's fine today, I can't stop holding on to you and you and you. All I've got a memory. And we'll bring back yesterday. When all that I believe in was true. When all that I do believe in was. Where is the love that you used to know? How did we lose it? Where did it go? Yeah. We had a love to last all time. Nobody's love is stronger than mine. Oh, yeah. Oh, where is the love we used to know? I need to know. Where did it go? How did we lose it? Where is the love we used to know? How did we lose it? Where did it go? Nobody's love is stronger than mine. Oh, yeah. Where is the love we used to know? Where did it go? How did we lose it? Where did it go? How did we lose it? Where is the love? Where is the love? Dank u wel. Ja, wat een heerlijke muziek brengen die mannen van New Timeless. We gaan er nog veel van horen. Waar we ook nog veel gaan van horen in deze uitzending is namelijk over de gemeente Roerdalen. Daar kun je niet alleen lekker kamperen op een camping, maar je kunt er ook luxe overnachten in een kasteel. Ze hebben daar maar liefst 3 kastelen en van 1 is er alleen nog maar een ruïne over. En daar is Pet ook een kijkje gaan nemen. Dit is natuurlijk het beste onderdeel van de dag. Heerlijk picknicken, fijne streekproducten. Lekker! Nou Rita, we hebben hier nu even door deze vrienden gelopen en dit is eigenlijk de hoogste toren. Hè? Zit hier nog een speciaal verhaal aan vast? Ja, dit is de hoogste toren, dit is de Grobbert.
het wordt de grauw wordt genoemd omdat het een grauwe toren is in vergelijking met de toren wat hiernaast staat. Dat is de witte toren, want daar is een band witte stenen ingemetseld. En wat wil dat zeggen? Witte stenen, dat werd vroeger gedaan als teken van rijkdom. Dus het geslacht van Gelre was een rijk geslacht. Maar horen die twee torens dan niet bij elkaar? Is dit niet één ding? Het is één geheel, maar je moet toch ergens een uitstraling hebben. Hè? Ja. Deze toren was een verdedigingstoren. Okay. Deze toren is heel speciaal. Omdat hij een tour à bec heeft, een snavelbektoren. Een wat? Een tour à bec. En waar is dat goed voor? Dat is speciaal voor de verdediging. Aan de achterkant, waar we zojuist zijn binnengekomen, heeft hij een spitse punt. En aan de voorkant is het rond als een scheepsboeg. Ja. En die spitse punt, die is 6 meter dik, dat is dus een heel sterk verdedigingswapen. Juist. Want als de vijand kwam, kwam hij van die kant en dan moest de poort beschermd worden. En dat was dus... En dan was die punt heel handig die natuurlijk. Die was daar natuurlijk hartstikke doeltreffend voor. En is dit de enige ruïne die de streek heeft? Dit is niet de enige ruïne, waarschijnlijk wel. Maar er zijn wel nog andere kastelen hier in de buurt die wel nog rechtop staan, die wat ook bezichtigd kunnen worden. En dan zou ik denken aan kasteel Aarwinkel in Posterholt. Mm-hmm. En dan heb je nog kasteel Dalenbroek in Herkenbosch, die wat zeker ook de moeite waard zijn voor ons te bekijken. Ja. Wanneer gaan we nog naar de Bessencamping? De Blauwe Bessencamping? Ja. Oké, kom maar, ik ga wel mee. Ja, we zitten nog altijd op vakantiepark Hommelheide in Susteren. En mocht u nou thuis op de bank zitten, wie weet, dan denkt u misschien als u om me heen kijkt, ik zou wel eens wat advies kunnen gebruiken omtrent mijn inrichting. Nou, dan heb ik iets goeds voor u. U kunt namelijk naar onze website gaan, www.tvl.nl. En dan maakt u kans op zo'n mooi advies. Het enige wat u hoeft te doen, is even naar het programma Lifestyle te gaan. Daar vindt u een button van de Woonboulevard. En als u die aanklikt, dan wijst de rest zich vanzelf. Dus ik zou vooral daar naartoe gaan en dan maakt u kans op die mooie prijs ter waarde van €199. En wat ook heel mooi is, we zitten hier natuurlijk op een mooie park. Dat ontstaat niet zomaar, er zit een hele familie achter. En welke familie dat is, daar gaan we nu naar kijken. Vakantiepark Hommelheide in Susteren maakt deel uit van Europarks. Dat is het bedrijf van de familie Vos. Grootvader Vos begon zijn bedrijf ruim 50 jaar geleden. Mijn opa die had in die tijd het idee om toch wat met vakantie te doen. En die heeft in die tijd, zeg maar, uit de tijd van de kipcaravan en de vouwcaravan, is die begonnen met de verkoop daarvan. En dat is langzaamaan gegroeid van caravan naar staakcaravan eigenlijk, hè? Ja, mijn vader was in die tijd op vakantie in Engeland. En die zag daar de staakcaravan. En die waren wij eigenlijk in Nederland niet gewend en die zag je ook niet. Dat was begin jaren 60. En die heeft toen het idee opgevat van oké, dat kunnen we wel eens proberen bij ons in Nederland. Die heeft daar in het begin een aantal staakervens, oudere staakervens in die tijd al, gekocht. En die heeft dat hier in Nederland als een van de eerste geïntroduceerd. En ja, dat is eigenlijk van begin af aan toch wel een succes geweest. Ja, u bent dus opgegroeid met het leven en het werken op een vakantiepark. Het was dus ook duidelijk dat u in die branche verder zou gaan. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, wij zijn van de generatie 60, zeg maar. En dan doe je nog vanaf huis uit meewerken. En je komt van school terug en je gaat natuurlijk gelijk de zaak in. Schoonmaken, schilderen, noem maar op. En dat is, zo zijn we er eigenlijk ingegroeid. En heel eerlijk gezegd, op dat gebied weet ik eigenlijk ook niet beter. Want recreatie is ons familieleven. Het eerste park dat zijn bedrijf overnam in Limburg was landgoed Brunsheim in Brunsum. Op een gegeven moment werd ik benaderd door de Jurje Akkermans. Dat was de oude wethouder van de gemeente Brunsum. En daar hebben wij een aantal gesprekken mee gehad. En die hadden in die tijd een camping die erg verloederd was. Waar een zwembad op was, wat ook verloederd was. En waar een kostenpost was van tonnen. En die heeft mij toen een advies gevraagd van wat kunnen wij hier nou in Limburg aanbieden. Zijn wij capabel genoeg om als omgeving een stukje toeristische attractie te gaan bieden op recreatiegebied.
Dat hebben wij onderzocht en ja, het bleek toch achteraf dat de Brunsumheide, de omgeving, de faciliteiten uit de omgeving, zoals de skibaan, zoals de dierentuin, noem maar op, dat trekt toch heel veel mensen. Dicht bij Maastricht, dicht bij Valkenburg, dicht bij België, dicht bij Duitsland. En dat blijkt gewoon een succes te zijn. En door de medewerking tot nu toe van vooral ook de gemeente Brunsum in de aanvang, ja, dat is toch een stukje mede van het succes. Ja, toen was u in Limburg, in Brunsum. En dan op een gegeven moment dan doet Hommelheide zich voor. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, het is natuurlijk, een succes komt nooit alleen. Wij zakenmensen vinden altijd dat je in de omgeving toch altijd moet kijken naar een ruggensteun. Zekerheid inbouwen. Toen hebben wij in de ronde gekeken, we hebben ook weer enquêtes gehouden, marktonderzoek gedaan. En het blijkt gewoon dat hier in echt Susteren de omgeving heel aantrekkelijk is voor de toerist. En dan vraagt u mij natuurlijk van, ja, hoe kan het nou? Waarom ga je dan niet in Maastricht of Valkenburg en dergelijke zitten? Nou, wat is nou het mooiste voor een kind of oudere mensen in alle jaargetijden? Hè? We hebben op een gegeven moment, die mensen willen de stad in, ze willen wandelen, ze willen fietsen. Nou, dan zeg ik het eigenlijk al. De meeste gasten die willen wandelen, fietsen, een stukje natuur zien en niet elke dag de kleine op de nek hebben om de heuvels op te lopen en af te lopen of te fietsen. Nou, dit stukje is de poort van Limburg, noem ik het dan eigenlijk. Maastricht, Valkenburg, de heuvels. Nou, van hieruit kan de toerist alle kanten heen. Maar ze kunnen hier vandaan ook met de fiets alle kanten heen. Ook wandelend. Nou, dat is het succes van deze omgeving. De markt in vakantielanden is altijd in beweging. En volgens Vos zullen binnenlandse vakanties de komende jaren alleen nog maar meer in trek raken. Voor Europarks betekent dit dat ze de komende jaren zullen investeren in meer faciliteiten op haar bestaande parken. De verhuur is al jaren in trek. En vooral met grote gezinnen of opa's, kinderen, kleinkinderen, die voor een relatief bedrag goede vakantie kunnen vieren. Nou, daar horen centrumvoorzieningen bij, goede centrumvoorzieningen in diversiteit, voor ouderen, voor jongeren. Voor kinderen. Nou, dat zal hier de uitbreiding moeten zijn. Wat er nu gevraagd wordt, is dat er nog meer speeltuinen moeten komen. Ook indoor. Een stukje in het zwembad, de uitbreiding van het zwembad. Ik bedoel, dat zijn faciliteiten waar we steeds naar moeten kijken. En dat bepaalt de markt. De toekomstplannen. Jullie hebben nu een stuk of 20 parken. Komt er nog uitbreiding bij? En bijvoorbeeld ook in Limburg? Nou, wij vinden gewoon dat de kwaliteit als eerste moet zijn. Wij vinden ook dat de parken die in Limburg staan, die moeten sowieso uitgebreid worden. Er moeten meer centrumvoorzieningen komen, dus meer kwaliteit. En daar gaan we als eerste voor. Je kunt wel heel snel een park bij aankopen en dan op dezelfde voet verder gaan. We gaan toch eerst kijken dat we nog meer kwaliteit in onze parken kunnen leggen. En dat we nog meer aan de vraag van de markt voldoen. Naast het runnen van vakantieparken heeft de familie Vos nog een grote passie, de paardensport. Al generaties lang zit de familie in die wereld en alhoewel ook de zoons van Wim Vos op hoog niveau springen, is de opvolging in het bedrijf ook al geregeld. Wij weten niet anders en we hebben er zoveel plezier in en we werken met al onze kinderen, familie, werken we eraan dat we blijven bestaan en we zetten allemaal onze schouder eronder. Ja, een mooie familie achter een mooi park. En wilt u nou ook op dit park terechtkomen, dan kunt u gewoon eventjes naar onze Facebookpagina gaan. Daar vindt u namelijk een bericht over dit vakantiepark Hommelheide. Geef even aan dat u het leuk vindt en dan maakt u wellicht kans op een verblijf hier op het park. Dus dat is zeker de moeite waard. Nou, eerder in de uitzending hebben we ook een reportage gezien over de gemeente Roerdalen. En wist u dat de slogan daarvan was het kleine geluk? Nou, onze collega Patty is nog even op stap geweest en die is naar een camping gegaan waar je helemaal kunt uitleven met blauwe bessen. Kijk, hier is de blauwe bessencamping. Oh! Kijk, hier slaapt het. Ah, en wat kunnen we bessen plukken? Kunnen we hier bessen plukken? Uh-huh. Nou, laat maar zien dan, kom maar.
kijken of we een heerlijke pot jam hiervan kunnen maken. Ja, dat moet niet zo moeilijk zijn. Nou, dat moet ik altijd aan mijn vader vragen, die dat nog van zijn moeder weet. Want dat ging op een hele speciale manier. Is dat zo? Ja, ja, daar had je een speciaal apparaat voor wat je op het fornuis zette met verschillende lagen. En dan kookte dat in en dan kwam er uit een kraantje sap. Ja, ja, ik ben van de tijd dat alles in een potje komt. Nee, hè? Dus dan is dat, maar u bent ook op het land opgegroeid, zeg maar? Helaas niet echt. Nee. Maar het is bij ons thuis altijd wel een hobby geweest om jam te maken. En met name van bessen. Ja. Dus dit is helemaal in uw straatje? Dit vind ik, en het is niks lekkerder, hè? Bessensap. Hm. En bovendien is het ontzettend goed voor je keel. Als je keelpijn hebt, moet je echt bessensap van blauwe bessen. Ja, is heel goed. Oh, dat wist ik niet. Ja. En het is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Ja, dat ook nog eens. Want dit gaat toch een beetje een kalmerende werking vanuit. Maar het is misschien ook niet toevallig dat het, hè, want dat is het thema van het gemeente eigenlijk ook, hè? Ja. Het kleine geluk. Ja. Toch? Ja, ik bedoel... Dat zit hem in dit soort dingen. Ga bessen plukken en ga eens de tijd nemen en de rust nemen om daarvan te genieten. En dan ga je daar een potje jam van koken. Ja, daar kun je toch heel gelukkig van worden. Ja, maar is dat iets waar jullie als gemeente dan ook op inzetten, zeg maar? Van dit, precies ja, dit soort kijk, dingen? Ja, kijk, we hebben geen grote attracties. We hebben geen attractiepark in onze gemeente. Dat willen we ook niet. Want onze gemeente is eigenlijk aan zich al zo aantrekkelijk genoeg. We hebben heel veel groen, heel veel mooie dingen. We willen geen grootschalige toeristische attracties in onze gemeente. Ja. Je kunt gaan wandelen, op een bankje zitten en dan ga je naar die roer kijken en dan zie je hoeveel mooie vogels en beesten daar rondlopen. Je kunt naar de mijnweg gaan. 'S Ochtends heel vroeg kijken of je wilde zwijnen ziet. Ja. Er komt niemand. Doodstil. En je kunt gewoon hier gaan genieten. Op deze hele kleinschalige camping. En je kunt bessen plukken. En je kunt gewoon rust krijgen. Ja. Rust zoals we zo heel vaak niet meer hebben tegenwoordig. Nee, dat klopt. Want het is natuurlijk wel ook zo. Deze, want dat heb ik nu ondertussen wel gezien. Er is toch heel veel natuur wat hier ook belangrijk is in de gemeente. We hebben een nationaal park. Ja, precies. En dan daar moet je niet al te veel bombarie in hebben. Want dan kun je niet meer genieten van wat er allemaal in zit. Natuurlijk. Nou, je kunt hier dus ook bij Dalenbroek en bij de molen en bij allerlei restaurantjes kun je streekproducten eten. Dus je kunt hier ook heerlijke wilde zwijnenproducten eten. Ham bijvoorbeeld, die kun je als voorgerecht krijgen. Dus we gebruiken ook in onze gemeente heel bewust streekproducten in allerlei gerechten. En die kun je dus eten in onze restaurants. Maar dat hele idee van het kleine geluk, dat wordt ook wel door de hele gemeente gedragen, geloof ik, hè? Nou, we hebben ondernemers. Die hebben allerlei vormen van overnachtingen kunnen ze onze gasten aanbieden. We hebben dus campingplaatsen, zoals hier op een kleinschalige boerderijcamping. Maar je kunt ook bij ons in een kasteel overnachten, een hele luxe kamer. Maar van kleinschalige camping tot luxe kasteel. Alle ondernemers zullen hun best doen om hun gasten dat idee van geluk, klein geluk, rust, ruimte, kom eens even lekker bij in onze gemeente. Dat idee zullen ze overbrengen. Daar staat iedereen op hun gasten. Daar staat iedereen achter. En ja, ik ben ervan overtuigd dat als je hier op die manier een paar dagen doorbrengt, ja, dat je opeens weer realiseert dat het heerlijk is om weer te leven zonder attracties, telefoons, faxen, zoals vroeger. En bessen te plukken en te fietsen en te zitten op een bankje. Ja, ik ga mijn telefoon nu weggooien. Ja, zou ik maar zeker doen. En dan maken we daar jam van. Dag meneer. Hallo. U heeft het dessert bij elkaar geraapt. Ja, dat doe ik iedere dag. U eet alleen maar bessen nu? Alleen of? Maar bessen. Serieus? Nee. Ja. Blijft het lekker? Dat blijft lekker. Hey, en gezond. Ja, dat is waar. Bent u nou zelf ook in een omgeving als dit opgegroeid met veel natuur? En... Ja. Mijn pa was boswachter. Ik zelf heb in de boomkwekerij gezeten, hovenier.
Ze zeggen hier in Roerdalen van, hè, we gaan voor de kleine geluksmomenten. Hè, zo fijn, lekker in de zon, wat bessen voor jezelf halen. Snapt u dat wel, wat ze daarmee bedoelen? Dit is het geluk, dit is super. Daar kunt u echt intens van genieten? Ja, ik kende het wel, maar wij komen tijd tekort. Ik zit wel een tijdje met pensioen al. Ik word 75 nu. Oh. Maar we hebben geen tijd gehad om eerder hier naartoe te gaan. Ik kende het bedrijf wel en ik zei, nou gaan we erin. En dit is het gewoon. Het is een supercamping. Dus volgend jaar bent u weer hier. Volgend jaar kom ik. U bent volslagen gelukkig. Ja, klopt. Helemaal. Dit is helemaal super. Nou, lekker kopje thee. Ja, heerlijk, hè? En lekker beschuitje. Dat hebben we wel verdiend, hè? Na al die beste arbeid. Nou, zo'n beschuitje met zelfgemaakte jam. Ja, dat is toch... Daar word ik altijd gelukkig van. Maar we hebben hier vlakbij ook een hartstikke mooie molen. Met een terras erbij en een museumpje. Ik zou daar ook eens even gaan kijken als ik jou was. Terrasjes word ik ook gelukkig van. Dan moet je even naar die molen gaan. De Heulenberg heet het. Dan maak ik deze even snel soldaat en dan gaan we nog even verder. Is wel een gezellig uitzicht. Dit zo, is hè? Een heerlijk uitzicht. Ja. Dit is een van de mooiste uitzichten van de gemeente Roerdalen. Ja, dat geloof ik. Nou, u is molenaar. Molenaar in opleiding. Molenaar in opleiding, sorry. Ja, want dat vertelde net al, dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Ja. Als mensen dit nou zelf willen zien en ook hoe zo'n molen werkt, kunnen ze dan elke dag gewoon langskomen? Nee, of is dat... de molen is elke zondagmiddag in het seizoen open. Dus van zeg maar van... april tot oktober. Mm-hmm. En dan is hij zondagsmiddags van 2:30 tot 4:30 is hij geopend. En dan kun je gewoon komen kijken. Dan kan je komen kijken, dat is gratis. Ja, ik vind het echt een prachtig ding. Ja. Maar ik moet wel zeggen, de terras ziet er ook aanlokkelijk uit. Dus ik laat hier. Ik ga lekker zitten. We zitten hier nog intens te genieten nou, op het terras. We hebben een mooi einde van deze fijne dag hier in Roerdalen. Dus met dit geluksmomentje neem ik afscheid. Dames, zeggen jullie even tot ziens tegen de mensen thuis. Zeg maar dag. Dag. Dit was Thuis in Limburg vanaf Landgoed Hommelheide in Susteren. Ik hoop dat u weer genoten hebt van de uitzending. Morgen zijn we uiteraard terug. En Wendy, wat hebben we dan in de uitzending? Nou, dan hebben we Frans Timmermans te gast, oud-staatssecretaris. We hebben natuurlijk muziek van niemand minder dan René Schuurmans. Altijd leuk. En we hebben een acteur te gast, Dean Berlage. En hij doet het niet alleen goed in Nederland, maar ook in Amerika. Absoluut de moeite van het kijken waard. Dus bedankt voor het kijken. Graag tot morgen. Tot morgen. Hoi. Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide.